Waarom is er geen tool waarop mensen kunnen streamen en betaald kunnen streamen? Dat is de vraag van, de, van dit moment van de ontwikkeling en uh, het commercialiseren van Twin for yeah. Streamer. Het is een schraal, ja. Maar ja, voor wie niet? Ik denk, ja, joh, fuck it, ik ga gewoon lekker zingen. Ja. Cultuurbesje, dat vind ik wel heel vervelend. Mm. Uh, maar het zeuren erover vind ik ook een beetje vervelend. Ja, ja, ja. Jij hebt echt fame en glory gekend. Hè? Ik bedoel, Cord in the Act, dat was toch echt gewoon op podia grillende meiden en shit. Ja. Hè? ja, ja. ja hoe oud was je toen? Toen was ik. <laughs> Toen was ik uh, 21. Van harte welkom bij weer een nieuwe video hier op CVD-TV. En uh, als je zit te luisteren naar de podcast, ook van harte welkom. Uh, mijn naam is Ronnie Overhoor en ik ga in gesprek met Bastiaan Ragas. Bastiaan, van harte welkom. Dankjewel. Nou, is er inmiddels een, een doelgroep aan het ontstaan die naar dit soort video's kijkt, die denkt, wie is Bastiaan Ragas? Ja. Uh, hoe leg je dat dan uit? Uh, ja, los van de privéomstandigheden ben, uh, ja, ben ik een creatief uh, ondernemend artiest, denk ik. Ja. En dat doe ik al, ik ben nu bijna 50, dus dat doe ik uh, bijna ruim, ja, ruim 30 jaar. Ja. Uh, Popartiest geweest, uh, bestseller, auteur, theaterproducent, acteur. Um, ja, veel hè? Heel veel. Ja, dus ja. Daar, daar probeer ik een, een soort overzichtelijk profiel van te maken in wel nou, 20 minuten. Laten we eens beginnen met de actualiteit, want um, uh, recent ben ik ook op een persconferentie geweest waarin je 24 Streamer lanceerde ja. Ja. Uh, als ondernemer. Laten we daar ja. eens mee beginnen. Ja. Ja. Uh, vertel. Nou, ik kom uit een ondernemersgezin, uh, maar ik had, uh, ik had uh, grotere ambities op het creatieve vlak. Uh, wat deden je ouders dan? Uh, mijn vader had een schoonmaakbedrijf. En die maakte uh, hoogovens, macro's, uh, universiteiten schoon. In een tijd waarin schoonmaakbedrijven toch heel erg was. Oma Henk heeft uh, tante Annie, die ook een beetje mee <laughs> Mijn vader heeft dat heel snel geprofessionaliseerd. Uh, en, uh, en ook van mijn oma's kant en opa's kant. Dat waren allemaal ondernemers. Uh, dus dat zit wel heel erg in mijn bloed. Maar ik, uh, ik zong heel graag. En dat ging ook heel snel, uh, werd dat wat. Maar ik heb altijd naast mijn uh, uitvoerende taak ook altijd wel ondernemen. Uh, onder, Ondernomen, dingen ondernomen. Ja. Uh, ben ik tien jaar geleden begonnen met zelf theater produceren. Uh, heb ik bijna al mijn albums en muziek altijd in eigen beheer uitgebracht, eigen uitgeverij, dat soort dingen. Dus het is altijd wel een. Uh ik wil wel vrij zijn. Ik geloof dat dat de essentie is. Uh, begin van corona zat ik achter mijn piano en uh, zong ik wat liedjes. En had ik twee telefoons erop staan. Eentje voor Insta live, eentje voor Facebook live. Ja, ja. Dus wat deden we er allemaal in, die en, begintijd, in ja, de begintijd. Ja, hartstikke corona. leuk. Ja, heel leuk. Ja? Ja? Ik vond de eerste paar maanden vond ik hartstikke leuk ja. trouwens. Ik ben nu wel zat. Maar ik vond <laughs> de eerste paar maanden echt heel leuk. Ja. Iedereen in paniek en ik dacht, nou ja, wel leuk, wel spannend. Ja. Ja. Uh, en ik zong daarbij en uh, ik zong wat liedjes en ik vertelde wat grappen. En daar kreeg ik allemaal reacties op en ik appte dan met die mensen. En zo, dus dat werden er 50, dat werden de 100, 150. Toen dacht ik: Ja, ik zag allerlei artiesten die uh, live st gingen streamen, en dan viel die stream eruit, dus er was er niet genoeg brandbreedte, en dan kwamen er opeens 5000 in plaats van de geplande drie, en dan, ja. dan kon dat het niet aan. Toen dacht ik: Ja, waarom is er geen tool waarop mensen kunnen streamen en betaald kunnen streamen. Zeggen, joh, ik ga aanstaande zaterdag of over een maand heb ik een event, een concert, een masterclass, you name it. Ja. Uh, daar hang ik een prijskaartje aan, 5 euro, 10 euro, Bepaal wat zelf. je zelf wil. Ja. Uh, en kun ik het, kan ik het betalen en zit er meteen ook een betaalmodule vast aan, uh, aan, de, aan die tool? En is het een one-stop-shop? Ja. Uh, want het is er niet. Uh, je kan wel met, met twee of drie verschillende partijen zoiets doen, ja, 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 ja. Dat, dat doen genoeg mensen. Maar dat vind ik ook niet. Dat vind ik ook een beetje amateuristisch. Mm -hmm. uh, dus uh, bij de een houden patat en bij de ander de mayonaise. Dat vindt, ja, ja, ik vind ja, ja. het toch makkelijker om gewoon één deur in te gaan. En toen uh, zijn dus we vier, vijf maanden dat gaan ontwikkelen met een partij die dat uh, heel goed kan. Maar dat kost best knaken toch? Uh, uh, ja, dus ik heb gezegd, joh, wat, wat willen jullie of jullie maken het? Uh, en ik betaal jullie een fee daarvoor. Of, uh, of andersom ah, en toen okay. zeiden dus ze in eerste instantie nou laat het ons maar doen en dan betalen we jou wel een fee voor het idee en et cetera. en voor je know-how en uh, uiteindelijk is het uh, is het weer een beetje terug bij mij gekomen ja maar heb je veel cash out moeten doen. Of is het ook een soort van dat we er allebei instapt en er vooral tijd in stopt? Of ja, is het, okay? het is nu vooral voor, voor hen is het vooral tijd. De ja. mensen die op de development zitten. Ja. Vooral om de om, om die site te ontwikkelen. Uh, dus nu is het vooral van hun kant een cash out. En voor mij het idee met mijn know-how. En samen met Mark Hofstede, een zeer bekende man in de entertainment industrie. Een uh, stuk promotie. Promotie en, 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 en het hele netwerk. Ja. En mensen kunnen bellen en deuren kunnen openen. Waar ik meteen aan denk, is dan. Um, uh, dat het, je, je schets net de situatie achter je piano en het voordeel natuurlijk is zodra je insta live of, of YouTube live of whatever aanzet is dat natuurlijk dat die platformen genereren natuurlijk die hebben van nature natuurlijk een heel groot publiek en dat is 24 Stream natuurlijk niet nee. dus het is natuurlijk een groot verschil als ik zeg maar nu YouTube live zou openen nou in mijn geval is het iets anders dan voor jou maar ik het ja. best wel businesswise bereik uh, ...is het natuurlijk wat anders dan dat ik nu op 24Streamer... ...dus hoe krijg je die tractie? Dat ja, goede vraag. Ook doen? Nou, daar zitten we nu in. Ah. En dat is een goede vraag. Dat is de vraag van, de, van dit moment van de ontwikkeling... ...en uh, het commercialiseren van, van 24Streamer. Ja. Uh, we weten niet of het een platform wordt... ...waar mensen naartoe gaan en zeggen... ...hé, hey, eens kijken wat voor livestreams zijn er de ja. komende periode... ...of dat het een tool wordt. Ja. Zoals oudere generatie YouTube gebruiken als een tool... Uh, ik heb een filmpje gemaakt, ik zet het op YouTube en ik link daar uh, mijn website uh, naar YouTube. Mm -hmm. Dan gebruiken ze YouTube eigenlijk als een platform, als tool. Mm -hmm. Maar kinderen uh, die gaan gewoon naar YouTube en die gaan gewoon uh, naar YouTube zitten kijken. Ja, kijk oh, nog wel. een filmpje, nog een filmpje, nog een filmpje. Mensen van uh, 45 plus doen dat veel minder. Ja. Uh, dus ik weet niet hoe dat bij 24 Streamer is. Het maakt mij ook uiteindelijk niet uit. Ik wil gewoon dat die tool gebruikt wordt, omdat ja. het echt... Uh, ja, bot gezegd, fucking goed werkt. En, en, en het, het, het verdienmodel is jullie hebben een kickback op aan weerskanten? Of, uh, of een kickback? Nee, op de, op de, nee de, 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 de creators, zeg maar. of Hoe jullie ze noemen? Nee, we noemen het streamers en viewers. Ja? En de streamer betaalt 30% aan ons en zij mogen 70% houden van alles wat er binnenkomt. is de deal. Ja. Oké. Okay. En loopt het? Uh, het is, nou, ja, is, operationeel live, het is nu operationeel, maar we merken dat mensen het heel ingewikkeld vinden. Ja, hoe moet dat dan met camera's en hoe kan je. Ja, want dat is natuurlijk wel een ding. Want jullie leven. Ja. Kijk, ik heb hier een knappe setup in mijn souterrain. Ja. Ja. Dus ik zou het vanuit hier natuurlijk perfect kunnen ja, zeker. Uh, aansluiten op voor streamer Goed ja. idee trouwens, Moet moeten we eens over nadenken. Ja. Uh, maar er zitten natuurlijk heel veel mensen met een huis-tuin-en-keukensetje. Nou ja, je kan het gewoon vanaf je computer kan je het gewoon doen. Ja, dus maar als, ja, als jij zanger bent of je wil audiovisueel iets knaps doen, dan moet je wel... Ja, audiovisueel is het weer wat anders inderdaad. Ja. Uh, we zijn nu in gesprek met een paar grote theaterproducenten en theaters. Om het in theaters op te hangen, hang je gewoon camera's op. Zo'n so, 24-Streamer-locations. Ja, ja. Die je kan huren. Uh, ja Als je het een beetje professioneel aanpakt. Ja, ja. en, en daar, zijn, daar zitten wij niet in, want nee, ik ben nee. niet geïnteresseerd in de facilitering en daar nee, geld op te nou. verdienen. Het gaat mij gewoon om dat mensen kunnen streamen en betaald kunnen streamen. Maar zoals Anouk uh, op, op Facebook, uh, op YouTube, ja, Facebook vooral filmpjes maakt ja. en dan gingen ze daar zingen in de piano. Ja, dat deed ze gewoon met de computer of met de telefoon. Ja, ja dat kan met voor streamer ook. En als er dan duizend mensen komen die zeggen, nou, ik wil wel een tientje betalen. Ja, Dan verdien je 7000 euro in een nou ja, meer. zeker in deze tijd. Ja, uh, want, want merk je nu? Wat voor soort groepen of, of wat voor soort? Wat, wie haakt hierop aan? Nu zeg ja, maar. we zijn nu vooral in gesprek met. Ik wil vooral de grote, de grote namen overhalen om het te gaan gebruiken, zodat de kleine namen volgen, de artiesten met name. Ja, ja daar, daar zit volgens mij de crux. Hm. Maar ik merk wel dat mensen toch heel erg. Uh, een nieuwe tool, ja, hoe werkt het al technisch. Dus wat we gaan doen, we gaan vanaf het tweede weekend van november, 12 week, uh, weekenden uh, per categorie die wij hebben bedacht, uh, vier uh, groepen vragen om te komen streamen. En dan gaan wij het volledig faciliteren. Vooral om de schapen over de dam te halen. Van, joh, zo simpel is het. Ja. Ik had uh, drie weken geleden uh, deed ik een, een klein optreden voor een prijsvraag voor een, een lezeres van de Telegraaf. En uh, dat was op zaterdag en op, op woensdag dacht ik, ja, ik ben eigenlijk gek ook, weet je wel. Ik neem gewoon een camera mee en ik stond tussen twee, uh, twee schuttingen en een zandbak in, uh, in Heemskerk voor drie mensen te zingen. Want, want het mocht niemand komen, dat was natuurlijk een beetje ongezellig. Maar mijn geluidsman had een cameraatje meegenomen. Toen hm. heb ik 355, nee, 57 357 mensen die kochten een kaartje van een tientje. Juist. Ja. Yes leuke gig nogal ja. dus uh, ik verdien de 3000 euro ja. bij een optreden wat ik graag uh, voor voor uh, ja 70 daarvan. ervan uh, ja trouwens nee 100 want je bent jij je bent 20. Ja, krijg, ja, nou, ja maar dan gaan de, natuurlijk die kosten zijn natuurlijk ja. wel van de van de bouw van het ja, ding ja, en en ja maar, maar nogmaals dat dus ja. dat is uh, en je, je, je pakt wel duidelijk de hoe moet ik zeggen de grotere de, niet business voor B2B want daar kan ik kan me voorstellen daar ook wel ja, ja ik krijg heel veel vragen van mensen van een, een spreker een een hele goede trendwatcher die heel veel werkte voor corona en die heeft mij gebeld dat joh, kan ik niet uh, gewoon een stream bij jou kopen ja. en dan zeg ik: Joh, uh, ik kost 4000 euro en de stream uh, die krijg je erbij in, en dan ko koop ik bij jou uh, 100 kaartjes. Kan dat? Ja, dat kan. Dan kunnen we gewoon een B2B-oplossing leveren. Interessant. ja hè? en tegelijkertijd... <laughs> zo kijken ja, nee, ja ja nee ik vind ja ik ik, ik, ik zit heel na te denken van dat het er nog niet is nee nou dat is precies mijn idee nou ja de combinatie is natuurlijk wel door, ja. je hebt natuurlijk platformen zat je hebt ook betaalmodules zat je hebt natuurlijk je hebt tegenwoordig ook van die webinarplatformen die alles al ja. een beetje aanbieden maar die doen dat vanuit een heel andere insteek ja en het is allemaal zo zakelijk ook het is allemaal zo zakelijk het, 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 is het, is niet, allemaal. het is niet funky zeg maar en je koopt een kaartje bij 24 Streamer sneller dan dat je bij Pathé een kaartje koopt ja. en dat is geen grapje nee nee dus die use het feest ziet gewoon goed uit. Ja, flow goed heel uit. simpel. Hm. Ik denk als mensen die nu zitten te kijken, goh, hoe werkt het? Ik ga het eens uitproberen. Dat ze verrast zullen zijn van hoe simpel het is en ja. hoe effectief het is. En het leuke is, je kan in je eigen dashboard, kun je zien hoeveel kaartjes, hoeveel tickets er verkocht ja, ja, ja. worden. Dus het is, het is een beetje een soort rat van fortuin. Dat je gewoon tik, 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 tik. En dat, ik werd er een beetje hebberig van. <laughs> Terwijl het ja. natuurlijk onzin is, want ik, nee. ik werk er al acht nee, maar, maanden voor ja, niks aan. Dus het is nee, het nee, staat helemaal nee, niet in verhouding. Nee, maar, maar wanneer, wanneer, hoe lang, hoe, wanneer is jouw succes? Nou ja, eh, op het moment dat mensen het gaan gebruiken op de manier waarvan ik denk dat ze het moeten gaan gebruiken. Ja. En het is er niet. Dus wat dat betreft, ja, daarom ben ik hier. Spread the word. Ja, ja. En, uh, want, want jou als ondernemer, hoeveel, hoe afhankelijk ben je hiervan qua inkomsten en zo? Jij, oh, ja. ik ken je portemonnee niet. Maar... Nee, nou ja. ja, die portemonnee, ik heb vier kinderen en een huis in Bloemendaal. Dus het... <laughs> en een vrouw ook, hè? Nou ja, die vrouw die werkt af en toe nog wel. Die levert het ook gewoon. Ja, nee, zeer. Ja, ja, ja. Uh, maar um, nee, zonder gekheid. Um, <laughs> ja, ik ben artiest, ik sta in theater. Ja, maar dus dat is dus ik best ga, lastig. Ik ga dit deze ja, zaterdag... Ja, want dat was mijn volk, want je staat in theater. Ja, top. Maar dus dat mag toch helemaal niet? Jawel, ik mag naar Goorle uh, zaterdag. Ja, leuk man. En Goorlen. dat is uitverkocht. Dus er ja, zit er Goorl is vet tof, dat is natuurlijk leuk. Dat is helemaal uitverkocht. Ja. Maar dat mag dat. Dus er zitten 30 mensen in de zaal. <laughs> dus dat is helemaal top maar luister, want dat, dat is het onderwerp wat ik met jou wil hebben cultuur en zo, Thea, ja. dat is wel dat zit in jouw genen, zit in je DNA. De, we kunnen erom lachen, maar het is gewoon kut. Ik bedoel, sowieso vind ik, ik ik, was, ik kom best wel soms bij een hele mooie voorstellen pre-corona. En dan zitten er honderd man in zo'n zaal. Of nou, pak hem mee, 200. En dan zie ik mijn ticketprijs. En dan zie ik daar tien man op een podium... die prachtige dingen doen. Talenten. Ja. En ik zie die zaal. En ik, ik ken een beetje de venue. Ik ken, ken die wereld. Ik denk, dat komt niet uit. Ja. En, en nu vertel jij gewoon... Jij, jij zit erin, je hebt voorbereiding Je verstaat je vak. Er zitten 30 man. Het, dus, dat is toch een ramp? Allemaal. Ja, ja, ja. Nou ja, het is wat het is. Ja. En, uh, en ja, ik... ik ja. Dat, dat vindt mijn vrouw dan wel eens, nou, mevrouw niet eens eigenlijk, maar dat vinden mensen wel eens ingewikkeld, want ik vind het, ja, dingen zijn zoals ze zijn. En ik vind het, ik heb, ik heb ontzettend hekel aan klagen. Ja. En, uh, en ik heb, uh, bij mij komt er altijd iets van, ja, oké, okay, dit is wat het is, hoe komen we hieruit of wat gaan we ermee doen. Ja. Daaruit is 24 Streamer ontstaan. Ja. Um, en daar kan ik wel zitten klagen maar ja, dat is wat het is en inderdaad uh, als ik straks voor 25 mensen zit, uh, staat te zingen en kost, een kaartje kost 20 euro en er gaat nog 3 euro van theatertoeslag vanaf en dan blijft er 17 over en dan gaat de impresariaat nog vanaf van 15 of misschien wel 20 procent, dat weet ik even niet uh, ja nee, er blijft genoeg over om mijn geluidsman te betalen ja. en benzine en, en, ja. en dat is letterlijk dat wat het is dus dan en, doe je het uit liefde voor het vak ja en, ja. en maar maar met 24 verdien je ook nog niet echt bakken met geld? Nee, nee. Dus Hoe verdien je, je geld dan? Nou ja, nu niet. Maar je nee. hebt gespaard. Ja, maar ja, nee, nee, het is, het is een schraal ja. Maar ja, voor wie niet? Ja, ja. Nou ja, ik ga er wel vanuit dat uh, september 21 dat dit wel een beetje voorbij is. Ja, ja. Dus dat betekent dat we dat dus gewoon nog een jaar met elkaar vol moeten houden. Ja. En het is een tunnel waar je in zit en uiteindelijk komt daar licht. Dus als je met z'n allen zegt, ja, ik zit in de tunnel, ik zit in de tunnel. Ja. Deze zomer ben ik nog naar Italië geweest en iedereen zei, ja dat kan helemaal niet. Nou ja, ik ging naar Omrië, het was prima. Maar toen moest ik die godhard door ja dat dit is de ene na langste tunnel ter wereld ik heb hem er achteraf nog even opzien te zoeken dat duurt echt heel lang dan ben je echt na vijf minuten beet wel zat en na tien minuten denk je ja toch een beetje claustrofobisch daar zitten we nu in ja. maar ja je moet dus gewoon rustig door blijven Het blijf maar, maar duren die tunnel. ja maar ja dus ja je moet dus gewoon recht door blijven rijden. en en ja. en, en en ja geen gekke dingen doen en dus dat, dat en ook een beetje aanpassen ik ga aanstaande zondag Sta ik in een, in een restaurantje met een, een briljant pianist die belde me op. Die zei: Ja, die en die is uitgevallen. Zou jij zondag uh, een uurtje komen zingen? Maar oh nee, eigenlijk zijn het twee uur. Oké, okay. ik zeg hem wat, wat krijg ik daarvoor? En dat is letterlijk een tiende. Een tiende wat ik normaal krijg. Een tiende. Ja, nee, maar dat is een goede vriend van me en dingen. En ik denk: Ja, joh, fuck it, ik ga gewoon lekker zingen. Ja. ja, ja. Um, dus dus eigenlijk zeg jij gewoon commercieel gaat het met mij gewoon best druk nu, maar ik red het wel en ik kom die tunnel wel door. Dat is wat je zegt. Eigenlijk. Ja, en ik denk dat iedereen ja. dat heeft. Ja, nou, ja veel meer mensen. Is, maar ik vind ook een hoop geklaag. Ik ja. vind ook een hoop geklaag. Ja, maar je hebt nu ook een campagne bijvoorbeeld, over, die ik in het begin niet begreep, zou ik allemaal mensen in advertenties zo doen. Dat is dan een cultuurcampagne van cultuur moet worden gered, want cultuur gaat failliet. Ja. Moeten de overheid moet. Nou, begrijpen. dat is natuurlijk wel zo. Dat ja. is natuurlijk wel. Er is al, er is al twintig jaar wordt er geroepen dat cultuur een linkse hobby is. En als je ziet waar mensen... Kijk, toerisme is een van de grootste dingen waar we in de wereld geld mee verdienen. Mm -hmm. En als je ziet waar alle, alle toeristen in Nederland voor naartoe komen, die komen voor tulpen, maar die komen vooral voor cultuur. Die ja. komen voor Rembrandt, die komen voor de Grachtengordel, die komen voor Van voor, voor Gogh. Uh, als je ziet wat, wat musea opbrengt, wat, wat steden, wat architectuur, allemaal dingen. Het gaat alleen maar over de, over, over, over de gedachten, over de verbeeldingskracht, over fantasie. Waar wordt er geld mee verdiend? Daar. En dat is in de culturele sector, maar het wordt altijd afgedaan als een linkse hobby. Um, en, en dat het iets voor de elite is, et cetera. Maar het levert ongelooflijk veel geld op uh, in innovaties. Om, om, die, om die cultuur en fantasie en inspiratie te blijven maar, inspireren ik, ja. en, en, en dat mensen ook goede ondernemers zijn natuurlijk ook creatieve. Ja, maar dat is wat ik wat, dat is mijn vraag. Moet je moet, moet cultuur, het is geen het is geen of of hoor, maar even om nee. dus, moet er meer subsidie in of moet het gewoon commerciëler en ondernemender worden ingevuld? Nou, nee, ja, ik denk weet ik eigenlijk niet zo goed als nee. ik heel eerlijk ben. Ik ik vind wel heel ik vind wel de minister van, van cultuur nu Engels over die dan bij een, 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 een orkest komt kijken, waar daar geloof ik normaal 120 zitten en nu zagen de de 60, zijn ze nou ja het klinkt nog eigenlijk best goed. Dat je denkt ja nee maar het gaat niet zozeer of je het goed vindt klinken, er, zit, er zitten nog 70 mensen thuis. Ja. Um, dus er, er wordt wel er, er wordt wel heel makkelijk omgesprongen en de, de, de instellingen die nu gered worden dat zijn ook de instellingen waar altijd al subsidie naartoe gaat. Ja. Dat zijn niet de vrije producenten, dat zijn niet de, de, de mensen die, alle acteurs, alle mensen die in het theater werken, dat zijn allemaal freelancers, zzp'ers. Ja. Ja, maar nogmaals, de vraag uh, is wel, hoe ver moet je gaan met subsidieregelingen? Ja, met weet ik niet zo goed. Ja, daar ja. moet ik echt wel dan wat dieper in duiken. Ja, ja, ik weet ik vind het ook lastig. Ja, ik weet het niet zo goed. Maar ik heb. Ik, ik, ik vind het cultuurbestje, dat vind ik wel heel vervelend. Mm -mm. Uh, maar het zeuren erover vind ik ook een beetje vervelend. Ja, ja, ja. Dus ja, ja, ja. ik denk altijd maar ja, ga maar gewoon ondernemen. Ja. En dan ga ik maar voor niks naar Goorle. En voor een paar honderd euro ga ik zondag in een restaurant staan zingen. En ondertussen onderneming ik met 24 streamer ja. Ik heb ook hele mooie, hele rijke jaren gehad, financieel ja. mooi gezien. Ja. En nu heb ik wat meer tijd en uh, ja. zie ik mijn kinderen nog meer dan ik normaal al doe. Ja. En dat is ook prima, ja. ja. Hé, hey, en, en, nog, en nog één ding waar ik nieuwsgierig naar ben, hè? Dat is ook een beetje projectie, want ik heb het nooit gehad. Maar uh, jij hebt echt Fame en Glory gekend, hè. Ik bedoel, Corde in the Act, dat was toch echt gewoon op gillende meiden en shit, ja. hè? Ja. ja, ja. Hoe oud was je toen? Toen was ik... <laughs> Toen was ik uh, 21. Ja. Toen begon het en ja. het eindigde toen ik 29 was. En in welke landen was je het meest populair? Meest, ja, Duitsland was natuurlijk, omdat het zo'n groot land is, zijn ja. kleine 90 miljoen mensen, dus dat was Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Uh, maar ik heb gouden platen uit, uit, uit Korea, uit Taiwan, uit ja. Singapore. We stonden top 10 in Australië, Zuid-Afrika, Miss World-verkiezingen gedaan. Uh, Olympische Spelen in Australië gedaan. Dat uh, ja. was het mooiste hè, aan die tijd. Nou ja, dat is, dat is een quote die ik leen van Hans Wiegel. Die zei: Ja, het is niet heel erg leuk om minister te zijn. Maar het is vooral heel leuk om minister geweest te zijn. <laughs> <laughs> en nou ja, Hans Wiegel kan dat natuurlijk als geen ander. Hij is mijn commissaris geweest van mijn internetbedrijf. Oké, okay, ja, nou ja. Dus dat is het met die wereld ook wel. Het is niet ja. zo heel erg leuk, want die stress is enorm. En het is wel echt een, 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 een haaien, een zee vol met haaien. Ja, 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 ja. Het is niet zo heel gezellig en het is mm. niet zo heel warm. En zeker niet als je zo jong bent. Maar ik had het nooit willen missen nee. uh, het is iets wel waar ik gewoon het is het is wel uh, ik wil profvoetballer worden ja lukt dat aan ah, ja ja of nee en ja. kan je dan bij ajax spelen ja. en dat is wat dat betreft in de popmuziek we hebben 70 miljoen platen verkocht ja, ik, heb, ik heb rijen gouden platen thuis op kan bij kantoor staan en het heeft je niet geschaad uiteindelijk als nee achteraf zeker niet nee. maar het heeft wel een paar jaar gekost om daar op een gezonde manier van afstand van te kunnen ja. nemen ja. Het is niet een hele gezonde nee, snap ik. periode. Nee. Nee. Hey, en als je nou een keuze zou moeten maken naar de toekomst toe, hè, en als het even om het artistieke verhaal gaat, hè, ja. als je doet veel, wil je schrijft, en je zit, je musical heb je heel veel in gedaan, theater, film, televisie, uh, er zijn heel veel smaken. Ja. Waar zit de meeste liefde? Uh, ja, muziek. Muziek is is het meest pure. Uh, ik kan zonder iets kan ik wat zingen. Ik kan zelf muziek maken, schrijven, piano spelen, mezelf begeleiden. Ja. En in het theater is het heel fijn omdat het zo heel ja. echt is. Het is zo heel direct. Ja. Dus ik ga met heel veel plezier straks naar Gorle. Ja. Um, en, en als ik uh, uh, iets anders zou moeten doen in ons vak en ik zou naar Gorle moeten rijden of voor niks, dan zou ik misschien denken, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Maar dat heb ik bij muziek en theater nooit. Nee. Nee. Mooi man, dankjewel voor dit gesprek was. Ja, graag gedaan. Ja, en Thanks. dankjewel voor het kijken naar weer. Een apart ondernemersverhaal, mooi ondernemersverhaal. Vond ik zelf. Uh, als je het leuk vindt, uh, abonneer je dan op het YouTube kanaal of als je zit te luisteren op het podcastkanaal. En uh, heel graag tot een andere video. Dankjewel voor nu. Hoi.